Ik ga vandaag wat vertellen over de nieuwe industrielanden in Azië. En ik wil me daarbij focussen op de wijze waarop deze landen snel hebben kunnen opkomen in economisch opzicht. Ik heb hiervoor twee video's gemaakt over globalisering en globalisering in nieuwe industrielanden. Het is misschien handig als je die eerst gaat bekijken voordat je deze video verder gaat afkijken. In een van die video's heb ik deze kaart aan het einde ook laten zien. En deze kaart laat heel mooi zien welke landen tot de Aziatische tijgers behoren. Dus de eerste landen die zo snel zijn gegroeid. Het zijn Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong en Singapore. Nou, Aziatische tijgers, dat woordje tijger, dat is een symbool voor de grote snelheid waarmee deze landen zijn opgekomen. Tijger is ook snel, en die economische groei verliep heel erg snel vandaar. Ik neem China in mijn verhaal ook mee, onderdeel van de BRIC-landen. BRICS-landen zoals dat hier staat. En dat doe ik omdat China ook met een enorme groei bezig is. De andere landen laat ik wat meer achterwege. Ik ga me daar ook focussen op de beroepsbevolking. Nou, wat is beroepsbevolking? Dat is eigenlijk de verdeling van de beroepen in een land in grofweg drie groepen in dit voorbeeld. Dat zijn de primaire sector. Dat zijn alle beroepen waarbij producten rechtstreeks uit de natuur worden gehaald. Bijvoorbeeld visserij, landbouw en mijnbouw. Al die producten worden uit de natuur gehaald en daar verdienen de mensen hun geld mee. Je hebt de secundaire sector, dat is de industriesector. Daar worden tastbare producten gemaakt. Bijvoorbeeld een schuur die in elkaar getimmerd wordt. Staal wat uit ijzererts gefabriceerd wordt. Maar ook vliegtuigen die in elkaar gezet worden. Tastbare producten dus. Industrie, secundaire sector. Dan heb je nog de dienstensector, de tertiaire sector. Daar wordt niet zozeer een tastbaar product gemaakt, maar hier worden meer diensten geleverd. Bijvoorbeeld de verkoop van producten in de supermarkt, maar ook diensten die de Rabobank, of banken in zijn algemeenheid, en verzekeringsmaatschappijen leveren. Nu is het zo dat arme landen, dat daar vaak heel veel mensen in de primaire sector werken en relatief weinig mensen in de dienstensector. Terwijl je juist bij rijke landen ziet dat daar veel meer mensen in de dienstensector werken. Relatief gezien veel minder mensen in de primaire sector. Dus je kunt aan de verdeling van de beroepsbevolking iets zien over de mate van welvaart in zo'n land. Of de mate van ontwikkeling, kan ik beter zeggen. Terug naar de Aziatische tijgers in China. Want hoe heeft dat vanaf de jaren 60 zo kunnen zijn dat die landen zo snel kunnen groeien? De situatie voor 1960, rond 1960, was schrijnend. Het was vrij slecht gesteld met de bevolking in Azië, in Aziatische landen. Heel veel mensen werkten in de primaire sector en ze hadden daar nog geen machines, dus er werd veel met de hand gedaan. Je kunt je voorstellen dat daardoor niet hele grote opbrengsten gehaald werden. Daarbij kwam dat er in die tijd ook ongelooflijk veel babytjes geboren werden. Dus de bevolking groeide enorm. En dat zorgde er eigenlijk voor dat de voedselvoorraad steeds minder werd. Dus er was honger. Of er ontstond in sommige gebieden hongersnood. Dus te weinig voedsel, waardoor overheden niet konden. Voedsel moesten importeren. Daarnaast exporteerden ze ook heel weinig. Goed, als je voedsel importeert, dan koop je het dus uit andere landen. Dan raak je geld kwijt als land. En als je daarnaast ook heel weinig exporteert, dus geen spullen aan het buitenland verkoopt, waar je geld mee zou kunnen verdienen, dan word je arm als land zijnde. Dus er moest wat veranderen. En er waren gelukkig een aantal landen in die tijd en die een sterke regering hadden. En die overheden investeerden in mechanisatie van de landbouw. En ze kochten kunstmest wat op de markt kwam. Ontstonden, of er werden nieuwe pesticiden uitgevaardigd. En dat zorgde er eigenlijk voor dat daar een revolutie in de landbouw plaatsvond. Landen in die Aziatische tijgerlanden, die kochten met leningen soms een machine. En zo'n machine die kon het werk van vele arbeiders doen. Ze konden ook een veel groter oppervlakte bestrijken. Dus dat zorgde al voor veel meer opbrengst. Daarnaast, door de kunstmest groeide het ook nog eens een keer een stuk sneller. En daarnaast konden ze nu alle insecten weren, of veel insecten weren, die hun gewassen soms opvraten. Dus ze hielden ook meer van de oogst over.
omdat er meer te oogsten viel natuurlijk ook. Dus machines namen veel werk over, maar dat betekende aan de andere kant dat ook veel arbeiders niet meer konden werken in de landbouw. Dus werkloosheid. Dat lijkt een probleem, maar daar kom ik straks even op terug. Er werd gelukkig meer dan genoeg verbouwd. Er hoefde niet meer geïmporteerd te worden. En er kon wel geëxporteerd worden. De landproducten die overbleven, werden verkocht aan het buitenland. En daar werd geld mee verdiend. En die overheden gingen daar met dat geld wat binnenkwam heel verstandig om. Dus je kunt stellen dat landen hierdoor langzaamaan economisch begonnen te ontwikkelen. Wat deden de overheden? Nou, die zorgden ervoor dat westerse bedrijven, bijvoorbeeld kledingbedrijven, dat die naar hun land toe konden komen. Dat werd gestimuleerd. China stelde bijvoorbeeld grenzen op sommige stukjes open. Daar kom ik later nog even op terug. Dat waren vaak hele simpele vormen van industrie. Arbeidsintensieve industrieën waarbij kleding gemaakt werd, waarbij bepaalde producten in elkaar gezet werden. En omdat er heel veel werkloze boeren op het platteland waren, konden die heel mooi in de fabrieken gaan werken. En die wilden dat ook nog wel eens een keer doen voor loon, vergeleken met westerse standaard, veel lager was. Dus ze wilden het voor weinig geld doen. Ze wilden heel erg lang werken. En als een paar mensen wegvielen, hard gezegd, dan waren er nog genoeg arbeiders over die dat werk konden opvullen. Kortom, veel hele positieve ontwikkelingen als je dat bekijkt vanuit het oogpunt van westerse bedrijven. Steeds meer mensen gingen dus in de secundaire sector werken, in de industrie. En nu had je situatie voor het land, dat naast landbouwproducten ook simpele industriële producten geëxporteerd konden worden. Dus dat betekende meer inkomsten. Nou, die overheden bleven daar slim mee omgaan, want ze zorgden ervoor dat deel van dat geld in onderwijs gestoken werd. En daardoor ging het onderwijs wel in het land omhoog. Mensen werden slimmer. En daardoor werden ze ook in staat gesteld om moeilijke producten te maken in de fabrieken. En dat zorgde ervoor dat ook andere westerse bedrijven productietakken konden verplaatsen naar deze landen. Ja, hier had eigenlijk een plaatje moeten staan van een, bijvoorbeeld een televisie. Maar goed, klein foutje. Aan de andere kant, de machine die deze beste meneer bedient. Nou, zulke machines konden uiteindelijk ook zelf gemaakt worden. En doordat ze die machines zelf konden maken, hoefden ze dat ook niet meer te importeren. Dat leverde alweer winst op. En ze konden zelfs wat van die landbouwmachines verkopen aan buurlanden, andere landen. Daar konden ze weer wat meer geld mee verdienen. Dus een groeiend aantal mensen kwam in de industrie te werken. Die secundaire sector groeide. En omdat er ook weer wat meer ingewikkelde industriële producten gemaakt werden, omdat de mensen wat slimmer werden, konden ze nu zelf, werd daar ook weer meer geld aan verdiend. Nou, dat hele proces wat ik hier zojuist beschreven heb, het land van een situatie waarin ze voornamelijk in de landbouw werkten, erg arm zijn, een ontwikkeling door mechanisatie doormaakt, tot een industrieel producerend land, dat noem je eigenlijk industrialisatie. En die landen die hier boven staan, Hongkong, Zuid-Korea, Taiwan, Singapore, dat waren de eerste landen die bestempeld werden als opkomende landen. In het Engels ook wel newly industrializing countries of newly industrialized countries, de NIC's genoemd. Daar bleef het niet bij, want die hele industrialisatiefase, daar bleef het niet bij. Deze landen die gingen nog meer stappen zetten. Deel van de eigen bevolking werd rijker. Dat is een belangrijke, daar kom ik zo op terug. In China bijvoorbeeld ontstond daar een bijzonder verschijnsel. China ging naar westerse bedrijven toe en probeerde daar de ideeën van die westerse bedrijven te kopiëren. En wij noemen dat stelen. De Chinezen beschouwen dat als een makkelijke manier om een goed product ook in eigen land te kunnen maken. Daar hadden over het algemeen wat minder problemen mee. Zo kun je dus een Range Rover hebben. En een Chinese variant erop die ontzettend veel op elkaar lijken. Nou, heel veel van die Chinese producten die uit kopieergedrag gemaakt werden,
We kwamen moeilijk de westerse markt op. En dat had voornamelijk ook te maken met het feit dat de kwaliteit van dit soort producten een stuk minder was vergeleken met de Europese producten. Dat is een beetje jammer als je op een gegeven moment één heuvel overrijdt en je schokbrekers houden ermee op. Of je hele as zakt door elkaar. Ik noem maar wat. Bedrijfsspionage om technologie te kunnen kopiëren, dat was een ding waar China zich heel erg mee bezig hield. En daar verdienen ze ook echt veel geld mee. Ondertussen ontwikkelden ze ook verder met al die andere takken van industrie die ik eerder genoemd heb. Dat zorgde ervoor dat sommige Chinezen rijker werden. Doordat die Chinezen rijker werden, ontstond er ook een snel groeiende afzetmarkt in het eigen land. Dat is een beetje lastig voor westerse bedrijven om daar volop in te gaan zetten. Omdat China bepaalde plekken heeft waar je wel handel mag drijven in de speciale economische zones. En in grote delen van het land is het nog steeds vrij gesloten. Communistisch gebied, waar je als westers bedrijf eigenlijk niet heel makkelijk kunt kopen zonder tussenpersoon. Maar die Chinese kopieerproducten werden wel in eigen land veelvuldig verkocht. Daar bleven die bij, want de laatste jaren blijft China en ook Zuid-Korea onder andere en Taiwan blijven doorgaan met ontwikkelen. En de wens om zelf steeds meer te investeren in innovatie, dus nieuwe technologische ontwikkelingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan Apple die de iPhone 11 op de markt gebracht heeft. Daar zitten weer allemaal nieuwe gadgets in, allemaal leuke spelletjes en handigheidjes die gezien kunnen worden als kleine nieuwe uitvindingen. Dat soort innovaties, die willen ze in deze landen nu ook zelf gaan maken. Dat heeft ook een hele logische reden. Als je dit soort producten zelf bedenkt en op de markt zet, kun je er ontzettend veel geld mee gaan verdienen. Meer geld dan met het verkopen van simpele industriële producten. Kennisintensieve producten, bedenken, maken en verkopen, zorgt er dus ook eigenlijk wel voor dat de tertiaire sector in die landen ook aan het groeien is. Want de bedrijfstak waarbij zo'n product ontwikkeld moet worden, daar heb je slimme mensen voor nodig. Dat betekent dat de universiteiten in China bijvoorbeeld ook mensen moeten afleveren die dat kennisniveau hebben. En daar zijn de Chinezen nu zo langzamerhand wel gekomen. Daar zijn ze hard naar op weg waar het nog aan schort op sommige punten. Als die tertiaire sector groeit en daar meer mensen in gaan werken, dan wordt er dus steeds meer geld verdiend. Dan kun je zeggen dat de welvaart in China blijft stijgen. Grote kanttekeningen wel, is dat dat voor een deel van de bevolking geldt. Een ander deel van de bevolking blijft achter. Daar kom ik in mijn laatste slide op terug. Wat zie je eigenlijk gebeuren bij deze opkomende landen? Als we kijken naar de verdeling van de beroepsbevolking. Waar de landen eerst begonnen als agrarische samenlevingen, waarbij de meeste mensen in de primaire sector werkten, en maar een klein gedeelte in de dienstensector werkte, zag je dat ze zich ontwikkelden in industrielanden. En vanaf dat punt nam landbouw heel langzaam af. Die industrie nam toe. En naarmate er zeg maar meer op innovatie en tertiaire sector, dus dienstverlening, wordt ingezet, het land ook wat rijker wordt, steeds welvarender wordt, zie je dat het steeds meer afstevend op dienstenmaatschappij. Dus dat opschuiven in sectoren zou je voor die opkomende landen, die eerste Aziatische tijgers, vooral bij Zuid-Korea bijvoorbeeld, en Singapore, Taiwan, en al, heel mooi kunnen zien. Ik noemde het net al, er is een ontzettende welvaartskloof aan de gang in China. Er is maar een klein gedeelte, relatief gezien, wat echt profiteert van de economische groei in het land. Er zijn een heleboel arme Chinezen die eigenlijk niet mee kunnen komen en bijzonder weinig verdienen. Dus de kloof tussen arm en rijk groeit en het baat de Chinese overheid ook zorgen.